In de vorige video hebben we een spookhuis gemaakt voor Halloween en binnenin een werkende attractie met gebruik van Create gemaakt. Vandaag vullen we het havengebied met een foodshop, kantoorgebouwen en enkele geautomatiseerde machines. Voor we beginnen met het nieuwe gebouw wil ik eerst terugkeren naar een video van 6 maanden geleden waar ik vroeg voor werknemers een naam te geven. Bijvoorbeeld de persoon die je rechts naast mij ziet zitten. Dus in de comment door Jonas13 wordt er gevraagd voor deze persoon Baardmans te noemen, die het broodje aan het opeten is van onze goede vriend Gonzales. De volgende naam komt van Jona. Hij zit ook op deze server en zij heeft de naam aan het kind. Dus dit is Dirk. Heb je nu nog namen? Laat het weten in de comments. En verzin er gerust een verhaaltje bij. En het is hier weer aan het regenen in het prachtige Tarkas, maar we gaan eens kijken waarmee we werken. Dus de haven loopt richting daar, waar dat steamgebouw is. En ik wil eigenlijk dit kader hier volbouwen. Deze layout staat hier al een 5 maanden of zo. Maar we gaan een beter idee krijgen als we deze straat doortrekken tot daar. Als jullie vragen, wat is dit op de achtergrond? 4 à 5 maanden geleden had ik een fabriek gebouwd. De binnenkant tenminste. Ik had het gerecord, maar ik heb het allemaal gedelete omdat ik niet upload heb voor 4 maanden. Dus ik heb alles weer afgebroken. Dus in plaats dan te blijven babbelen, gaan we eerst deze straat van hier doortrekken naar daar. Dan ga ik zien hoeveel plaats ik hier heb en kan ik de gebouwen inplannen waar ik ze ga plaatsen. Tijd om eens ervan bovenaf op te kijken. En dit worden dus de layouts voor de gebouwen. Dit wordt hier een enkel gebouw en dit worden 2 gebouwen die met elkaar verbonden zijn. De straat erachter ziet er ook goed uit. Deze overige ruimte gebruiken we voor bomen te plaatsen, wat we ook rond het station gedaan hebben. En hier kan nog een ondergrondse parking komen. Korte uitleg van wat dat de gebouwen gaan worden. Dus dit wordt de foodshop met daarop een paar kantoorgebouwen. Hiernaast komt er dan weer een gebouw met kantoorruimtes. Dit wordt een middenhang waar dat er een lift komt te staan. En dit wordt dan nog een kleine worksite waar dat de iron farm komt en nog een paar kleine andere machines om mijn leven makkelijker te maken. Ik ga zo meteen de blokken halen voor dit gebouw te beginnen. Maar snel voordat ik daaraan begin, ga ik tonen dat ik 2 zaken heb aangepast. Het eerste aan mijn eigen huis heb ik dit veranderd naar een oak variant in plaats van granite met dark oak roof. Dit heb ik veranderd van diorite naar andesite. En dit huis is helemaal aangepast, de muren, want daar was klei en ja, ik vond het niet echt mooi. Het is een heel stuk anders nu. Ik heb ook spruce gebruikt in plaats van birch, wat al beter past bij de stijl. En ik vind het er 10 keer beter uitzien. En ik heb ook mijn redstone links gewerkt, zodat ik gewoon dit kan switchen en dan gaan deze aan of uit. Deze kant heb ik ook kunnen decoreren, heb ik geen lelijk redstone moeten plaatsen. Dus hier ben ik heel happy voor, maar we gaan nu beginnen met dit huis. Voor dit kantoorgebouw gaan we beginnen met een base van andesite. We beginnen dus met andesite. We gaan voor ons gemak de polished maken. Achteraf gaan we dan ook weer texturen, dus de cobblestone mag weg. En we gaan dit 5 hoog maken, dus 1, 2, 3, 4, 5 en rondom rond. Dit is nu de gelijksvloers en dit gaan we gebruiken voor een shop te maken waar de werknemers hun eten kunnen kopen. Een soort van broodjeszaak eigenlijk. Dus we gaan equippen met een paar materialen van Farmer's Delight. En dan boven de shop komen een paar kantoorgebouwen en daarvoor gaan we ook logs, stripped oak logs, 12 omhoog bouwen. Zodat we eerste, tweede en derde verdieping hebben. We moeten een klein hoekje van dit dak afbreken, maar dit gaat toch niet opvallen. Dus dat is het minste probleem. Dit komt eigenlijk best hoog nu dat ik het zie. We kunnen bijna over het station kijken die al 5 blokken hoger staat. Het gaat wel zijn vibe hebben volgens mij. En in principe valt het nu nog niet zo erg op als je hier beneden staat. Ik ga vlug eerst kijken voor het huis beter te decoreren van de buitenkant. En dan kunnen we kijken wat we met de binnenkant doen. De verschillende blokken zijn toegevoegd en waarschijnlijk kan je denken waaruit dat de roof gaat komen. Inderdaad, dat wordt dark oak. Hetzelfde zoals mijn starterhuisje.
De reden dat ik mijn starterhuisje heb aangepast is omdat het nieuwe kantoorgebouw gaat zo minder afsteken tussen de rest van de gebouwen, omdat ik al iets anders heb die ook uit Oak is. Wat nu heel leuk gaat zijn om te doen, is de ramen in dit gebouw brengen. Want die handhalen huizen is niet de simpelste huizen om te decoreren. En dan moet ik ook nog beginnen aan de binnenkant. Help. De overgang van Andesite naar Oak vond ik niet echt zo mooi. Dus niet al zo. Misschien helpt het dus voor deze rand toe te voegen. Het geeft ook meer detail, dus... weer al. Oh my god. En eerlijk, door dit kleine detail ziet het er wel veel beter uit. Ik heb glas vergeten. En zo is het eerste raam afgewerkt en I like it. We gaan het raam ook kopiëren aan deze kant. En dan de volgende twee verdiepingen gaan we iets anders doen. Oeh, I like the look of that. Ziet er echt nice uit. De bovenste twee verdiepingen zijn veel simpeler trouwens. We gaan het dak erop leggen voor er een compleet plaatje van te maken. Voor het dak beginnen we met een rand zoals we bij de overgang van Andesite naar Oak gedaan hebben. Daarbovenop plaatsen we ook nog slabs en we maken er een plat dak van. Als we dan eens in de F4 gaan kijken, ziet dat er eigenlijk echt wel nice uit. Hiernaast het gebouw plaats ik dus een trap uit Dark Oak ook, waarmee je naar de kantoorgebouwen of kantoorruimtes kan gaan. Deze layout kan wel werken. Hier de zitruimte voor mensen die willen eten. En dan daarachter de keuken. Ja. Ik ben best happy met deze layout. De banken zijn iets verplaatst. Ik heb hier een frigo waar dat er drankjes kunnen uitgehaald worden. En we gaan eens kijken wat we met de keuken gaan doen. Hier ga ik waarschijnlijk een bord maken waar dat je kan zien wat er te kopen valt. Als we dan binnenkomen in de broodjeszaak, kunnen we een broodje uithalen uit de kast en ingrediënten uit de koelkast. Die we dan kunnen bakken op het fornuis hier. En dan kunnen we een heerlijk broodje maken van Farmer's Delight. Zoals deze heerlijke egg sandwich. Ja, de broodjeszaak is nu eindelijk afgewerkt. En we gaan eens kijken wat ik ervan gemaakt heb. Dus hier, ja, dat is eigenlijk hetzelfde gebleven. Dan de keuken, hier de bordjes. Er staan wel nog geen prijzen bij, omdat we nog geen currency hebben. De traan vind ik wel een leuke toevoeging, want je kan zo kijken vanuit de keuken naar de mensen die binnenkomen. De soort van achtertuin is ook mooi gedecoreerd met vuilbakken en planten. Hier ook een vuilbak voor als de vuilniskar erom komt. Een broodjeszaak is geen broodjeszaak zonder een naam. Nu noemt het gewoon broodjeszaak. Dus laat me een naam weten in de comments voor deze broodjeszaak. Maar goed, dat was alles over de foodshop. We gaan nu beginnen met het interieur van deze kantoorruimtes. Ik heb een begin gemaakt voor het plannen van het interieur. De trappen zijn wel al gemaakt. Maar dat is echt heel moeilijk voor een diagonaal interieur goed te krijgen. En ik heb echt totaal niet veel plaats, want het is maar 5 blokken breed. Dus als ik een bureau wil plaatsen, moet ik rekening houden dat ik er rond kan. Hier kan ik een paar zetjes maken als wachtruimte voor de secretaresse die hier achter het bureau zit. En dan hier onder de trap heb ik een kleine ruimte voor een toilet in te krijgen. Ja, ik kan geen bedrijf maken zonder toilet, want mensen hebben hun behoeftes. Maar goed. De trap uit Mangrove, nieuwe blok toegevoegd, er wel tof uit. En ik ben hier aan het sukkelen met hoe dat ik het interieur moet maken. Ik weet echt niet hoe dat ik de bureaus moet maken. Wat ik mogelijk kan doen is zoiets. Ik ga nog wat experimenteren en dan kom ik zo bij jullie terug. De inrichting gaat redelijk vlotjes. Soort van toch? Ik heb enkel deze verdieping al gedaan. Stoeltjes, wc, plant, boekenkast, bureau, plant, veel plant. Maar goed, gebruik ik in Mangrove, net zoals de trap. En de tafel ziet er ook wel cool uit met deze gestreepte Mangrove. En hier dan de Hue Mangrove. Ja, dat is het toilet. Heel krap. Ik heb wel een sign en proberen een lavabo te maken. En het begint hier weer te regenen, Tarkas. Maar ik heb het interieur afgewerkt van dit gebouw. Laten we eens kijken.
Dat hebben jullie al gezien. Ik heb niet veel aangepast. Zo goed als niet eigenlijk. Als we deze trap nemen, komen we op de tweede verdieping waar dat de bureaus zijn, of bureaus beginnen. Er zijn 3 bureaus voorzien, met elk hun eigen setup. Allemaal hebben een lectern, boekjes, boekenkast, hier ook een boekenkast. Daar een paar planten en een boekenkast. Het is best wel cozy, ook weer gebruik gemaakt van de mangrove. Hoe ik het eerst ging doen, diagonaal, ging niet echt werken. En zo vind ik het best wel cleaner uitzien. En dan komen we op de bovenste verdieping met de grotere bureaus. Lijkt toch groter voor mij. Ook weer met een lectern hier, daar en daar niet. Ah ja, wel, daar staat erin. Ik was dat al vergeten. Maar goed, ja, dat was eigenlijk alles van het eerste gebouw. Laten we nu gaan naar het tweede gebouw. En het tweede gebouw komt hier te staan, zodat deze plaats ook opgevuld wordt. En dit bestaat ook uit 2 gebouwen. Dit wordt ook weer een hoger gebouw, die iets kleiner gaat zijn dan dit. En dit wordt dan... een verdieping lager dan dit gebouw hier. Dit wordt een tussenhang waar dat de lift gaat zijn, zodat ik naar de verschillende kamers kan gaan. Maar goed, laten we de blokken nemen die we gaan gebruiken. Want we gaan weer 2 nieuwe blokken toevoegen in het tarkas hier, die als hoofdblok wordt gebruikt voor het gebouw. De eerste blok die ik ga toevoegen is diorite. Dus ik heb de polished diorite en de sanded diorite. Maar voor het tweede gebouw heb ik mud nodig. En ik heb geen mud. Nu goed, de recipe voor mud is wheat en mud. Ik heb wel wat mud die ik kan gebruiken. En hier is een mangrove biome. 2000 blokken van hier, dat ik mud kan farmen. Maar ik heb 3 wheat. We gaan dus eerst een tijdelijke contraption maken voor wheat te farmen. Oh, en het werkt. Oh, toch niet. Goed, het werkt nu. En hopelijk hebben we straks genoeg wheat. Ondertussen ga ik de base maken en zie ik jullie zo terug. Ja, ik ging ook noteblocks toevoegen. Maar dat is alle redstone die ik had. En ik kom er opeens aan dat ik ook deep slate gebruik voor deze build. En dat is alle deep slate die ik heb. Dus we gaan nog een contraption maken. En deze keer een mining machine. Ik ga 5 drills naast elkaar plaatsen. En dan 4 hoog. Deze deployers moet ik ook nog voor de minecart zetten. Dus dat ga ik nog verplaatsen. Deze plaatsen bloks onder de rails en onder de redstone torches. De een voor de redstone torches, de andere voor de rails. Hier plaats ik nog een storage naast en 2 ploegen voor het weer op te rapen. En dit ziet er nu zo uit. Best wel nice. En handig natuurlijk. We gaan er ook direct gebruik van maken. Ik heb deze zone vrijgemaakt en we gaan hem een klein duwtje geven. En de machine doet het werk voor ons. Terwijl ik iets anders kan kijken. Allee, waarom is dat nu gestopt? Maar, huh? Ik heb de blok vergeten in de filter te plaatsen. Well done to me. En met een kwartier te minen heb ik zo'n 5000 steen. En dat zijn dan de goodies die ik verzameld heb. Heel mooi om 17 diamonds te hebben. We zijn er wel niets mee in deze modpack, maar oké. Okay. Wanneer eens kijken wat we hier al verzameld hebben. Oeh, 64. Hopelijk doet dit zijn job. Ondertussen ga ik verder doen met het gebouw. Nog 1 laag erop plaatsen en dan de deep slate erbij. Hier gebruik ik een dubbele deep slate laag samen met concrete. Dat ga ik ook boven toevoegen en het dak komt ook uit deep slate. En als we eens kijken, ziet het er wel cool uit. De zijkant is dunner dan de voorkant. Ik heb wel nog geen dak geplaatst, maar oké. We gaan weer verder doen, hè. We zijn een dag later en we gaan eens kijken naar de farm. Wat heb je opgebracht? Oeh! Met dat ik genoeg wheat heb, kan ik dit ook afbreken en vervangen met de mud. We gebruiken de crunch packed mud en polished packed mud. De 2 etages staan erop en eens van verder af te kijken, ziet dat er wel nice uit. I like it. En plots ben ik klaar met dit gebouw. Tenminste, met de shell. Het is niet perfect, want ik heb randen zoals dit hier.
Maar daar doen we het maar mee. We gaan nu eerst kijken voor een lift te plaatsen, zodat ik naar de verschillende verdiepingen kan. Daarvoor heb ik een elevator pulley nodig, dus ik ga dat vlug maken. We gaan de lift bouwen in dit kleine hokje. De vloer komt uit andesite casing. Hier komt dan de redstone contact, als ik serieus plaats. Achter de contact en op de contact plaatsen we girders 2 en 3 hoog. En de roof komt dan ook weer uit andesite casing. Het bedieningspaneel van de lift. En deze zijde blokken we af met copycat panels. Voor die extra ruimte. De deur plaatsen we aan de buitenkant. En door het redstone signaal gaat de deur open blijven als de lift hier staat. Deze knop dient voor de lift naar dit verdiep te vragen. Dan gluen we dit helemaal aan elkaar. En dan connecten we het met de elevator pulley. Op de tweede verdieping plaats ik ook een button en we gaan eens testen. De lift komt naar boven. Ik kan erop. En dan naar beneden. Ja. En de deur gaat open en het werkt. Nu, ik ga mee bezighouden met dit een beetje op te keuzen, want het ziet er als een mes uit. Welcome to Parkour Civilization. De ramen zijn erin geplaatst wat het meer afmaakt en ik heb ook de vloeren ingelegd. Dus we gaan eens binnen kijken waarmee we werken. We komen binnen in deze mooie hang. Aan de linkerkant een kamer waar ik veel plaats heb om iets mee te doen. En dan aan de andere kant heb ik een workshop, waar nog geen tweede verdieping in staat, omdat ik niet weet hoe hoog de machines komen. Anyways, dan kunnen we de lift roepen met deze knop. De lift komt mooi naar beneden en wij kunnen naar binnen gaan. We kunnen dan naar de eerste verdieping gaan. En dan, zoals ik eerder zei, hier heb je een open plaats. En dan kan ik ook naar de bovenste verdieping met nog één kamer aan deze zijde. En dan komen we eigenlijk buiten op het dak. Hier ga ik ook nog een ladder toevoegen, zodat ik ook op het hoogste dak kan. En het eerste dat ik wil doen, is de machine die je naast mij ziet staan verplaatsen naar het andere gebouw. Omdat je hier al iets specifiek mee maakt, de Precision Mechanisms. En deze workshop is gemaakt voor de basismachines en ik heb nog geen crushing wheels in dit gebouw staan. Dus hoe spijtig dat ik ook vind, ja, dit moet er vandoor. Bye bye. Dit ziet er nu zo uit, maar ja. We gaan eerst dit gebouw hier afwerken. Ik ga het proberen in deze corner te krijgen. Funny dat ik mijn eigen video terugkijk voor een tutorial hiervan. Maar goed, dus de machine is verplaatst. We gaan dit nog connecteren aan de storage, zodat de precision mechanism, als hij klaar is, direct in de storage komt. Daar. De tweede machine die ik hierin wil plaatsen, is degene voor electron tubes te automaten. Want dat is zo'n annoying werk. De ene belt gaat zijn voor de iron in de mechanical crafter te steken. Plaatsen. En de andere wordt voor de polished rose quartz erin te krijgen. Hier plaatsen we de mechanical crafters en we plaatsen ze naar beneden toe. Mechanical press voor de iron. Waarom? Een hopper als input voor iron ingots en hier voor unpolished rose quartz. Twee draaiers er bovenop. Twee funnels als input. De power komt van de steam engine. Oei. Oei. Dat is een klein probleempje zin, hè. Goed, dat issue is gesolved. Ah, dat kan niet. Oh my god. Oh, dumbass. De power nemen van de conveyor belt en geven die aan de... Ja, ja. Dus als ik een genius ben, kan ik dit doen met redstone erbovenop. Een shoot op de hopper die iron detecteert. En dan een controller slave die geconnecteerd is met de storage. En dan is dit geautomatiseerd. Ah, die observer blokt die hopper. Dat laat hij niet door. Maar ja, in principe heb ik dat niet nodig. En normaal, als ik nu gewoon mijn rose quartz hierin doe, gaat het niet automatisch werken. Want ik heb nog een cogwheel nodig die dit powert, nu ik erbij nadenk. De power is ook gesorgd voor dit, met een paar gearboxes hierin te rammen. Nu, het moment van de waarheid. Wel, dat was een failure. Ah, zeg niet dat die moest attack staan. Ah, oké, dude. Take number 2. Ja. We gaan nu nog eens testen of het deze keer werkt of niet. Yes! Wat? Ja, het is niet geconnect met mijn storage. Oh my god. Hehe, achter 4 tries werkt het eindelijk. En wat we in deze corner gaan proberen te krijgen is een iron farm. Vraag me niet hoe.
enkel nog een vertical gearbox en het werkt. En het werkt. En direct de juiste richting ook. Och, perfect. Ik zie juist dat ik een listfilter nodig had, waar ik dan iron nuggets in plaats. En ook flint. Op de flint chest zet ik ook een void filter, zodat dit de machine niet tegenhoudt van werken. Maar goed mensen, dit is alles waarvoor ik tijd had. We gaan vlug nog eens kijken wat ik ervan gemaakt heb. Hier heb ik niks mee gedaan. Dat wordt voor de volgende. Anyways, waarom deze button? Come on. Deze ruimte heb ik heel wat opgeknapt. Ik heb de iron farm mooier geencased. Overal girders gebruikt voor alles mooi tegen te houden. Als ik dan naar boven ga, op de tweede verdieping heb ik een mooi platform gemaakt met Macaws Bridges. Dit is voor de cobblestone generator. En deze is voor deze machines te stoppen met draaien. Laat gerust weten in de comments wat jullie hiervan vinden. Laat ook een like achter. En hit de subscribe button. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Goodbye.